Een tragisch ongeluk heeft het leven gekost aan de Duitse acteur Christian Oliver en zijn twee jonge dochters. Ze zaten in een klein vliegtuig dat neerstortte in de oceaan nabij Bequia, een eiland in de Caribische Zee. Christian Oliver, 51 jaar oud, was een bekende Hollywoodster die in films als Valkyrie, D-Day en Speed Racer had gespeeld. Hij was samen met zijn dochters Madita, 10, en Annik, 12, en de piloot op weg naar een andere bestemming. Het vliegtuig was net opgestegen van JF Mitchell Airport toen het in de problemen raakte. De reddingsdiensten vonden later de vier lichamen in het water. Oliver had een indrukwekkende carrière in de filmindustrie. Hij werkte samen met grote namen als George Clooney, Tom Hanks, Tobey Maguire en Kate Blanchett. Hij laat een vrouw en een zoon achter.